Yo, what's poppin'? Super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vroeg in de ochtend. Ik heb een beetje last van mijn rechteroog, want ik ben echt letterlijk net een uurtje wakker. Ik heb heerlijk ontbeten met Soraya, die zich nu aan het klaarmaken is. Vandaag is een hele speciale vlog. Maar eerst doe een like op deze video voor extra geluk. Kijk, als jij denkt, ik kan wel wat extra geluk gebruiken, uit dat dan door even een like te doen. En natuurlijk als je van suikerspinnen houdt. Vandaag heb ik een aantal challenges bedacht. En die challenges ga ik doen tegen mijn bloedeigen vriendin Jeyu. Mijn bloedeigen vriendin Soraya. We gaan challenges doen. 3 in totaal. En degene die de meeste challenges wint, krijgt een prijs. Soraya die weet die prijs nog niet. Soraya weet de challenges nog niet. Maar de prijs bestaat uit 2 dingen. 1 cadeautje. En het tweede is dat de winnaar 1 dag alle keuzes mag maken in het leven van de verliezer. Dus als ik zou winnen, zou ik alle keuzes mogen maken een dag lang in Soraya haar leven. Maar als Soraya zou winnen, dan zou ze 1 dag alle keuzes mogen maken in mijn leven. En dat vind ik eigenlijk niet zo'n verontrustend, of eigenlijk juist wel een verontrustend idee. Niet zo'n geruststellend idee, kan ik beter zeggen. Ik heb als allereerste challenge 2 cadeautjes die Soraya alle 2 moet gaan uitpakken. En wanneer ze die cadeautjes heeft uitgepakt, dan weet ze waarschijnlijk al wel wat de eerste challenge gaat zijn. En de eerste challenge werkt eigenlijk meer in haar voordeel dan die van mij. Jullie zullen zo meteen waarschijnlijk wel begrijpen wat ik bedoel. Ik kijk er naar uit. Ik heb zin in op een positieve dag. Dit zijn de cadeautjes. Zoals jullie kunnen zien, jongens, met de kerstverpakking en al. Ja, ik had eigenlijk geen andere pakpapier meer. Heb ik hier de cadeautjes die ik en Soraya, of eigenlijk Soraya, zometeen allebei mag gaan uitpakken. Wie denken jullie dat er gaat winnen? Laat het hier alvast weten in de comments. Hatsch! Oh, hashtag no filter. Hashtag all natural. Zou Soraya dit creepy vinden? Ah! Hoi. Tot zometeen. Alles staat klaar. Wachten op een meisje die haar make-up doet is als wachten op een voldoende voor wiskunde. Het is nooit over. Dit hier is trouwens het slime waarmee ik uiteindelijk de Slender Slime Challenge wil gaan doen in het bos. Alleen ik krijg het maar niet voor elkaar om Soraya over te halen. Wacht eens even. Als ik de challenges vandaag win en ik mag dus de keuzes in haar leven maken, dan moeten we de Slender Slime Challenge wel doen. Doe een like, want mij lijkt het fantastisch. Okay, dat was heel raar om slime te spanken. Soraya, alsjeblieft. Ik heb wel kijk. Je ziet je hoofd ook gewoon niet meer, hè. Alsjeblieft, waar is Soraya? Nou. Is het voor mijn verjaardag? Ja, het is voor je verjaardag. Omdat jij zo lang al... Wanneer ben ik jarig, joh? Je bent 28. Nou, maak hem open, let's go. We gaan even kijken wat erin zit. Wat zit erin? Big present. Een My Little Pony knutselpakket. Ja, gewoon even... Wil je dat niet meer doen? Nee, maar doen ze de music video's met geld. Er is zojuist een stuk boom op mijn hoofd gevallen in feite. Nou, wat is het, Soraya? Een My Little Pony Glitter Pony Set. De pony heeft niks misdaan, heeft nu een hersenschudding en moet naar de chirurg toe. Ben je nu tevreden? Het is Lola. Hij heet geen Lola. Het is een zij. Zij heet geen Lola. Het is Lola. Wil je Lola dan in ieder geval niet in het gezicht blijven slaan? Dat is Fluff. Fluff. Miss Poef. Waarom begint alles met een P en eindigt het op een kleine kindertof? Mini. Maar weet je, je bent nog helemaal niet klaar. Ik weet niet waarom we nu al de naam aan het bepalen zijn, want ik heb nog een cadeau voor je. Waarom? Ik ben in een hele goede bui. Nou, dat is ook iets nieuws. Nee, grapje. Oh. Ik ben altijd vriendelijk en aardig. Het is nog een keer hetzelfde. Wat? Het is nog een keer hetzelfde. Het is inderdaad nog een keer hetzelfde. Waar moet ik hiermee? Wat je daarmee moet... 2 keer hetzelfde knutsel. Wacht even, gaan we dit samen doen? Dat je het zo enthousiast zegt, maakt mij minder enthousiast. We gaan het samen doen. Maar hey, wacht even. En dit is Fluff. Dit is Fluff. Het wordt geen vriendschappelijke wedstrijd. Waarom niet? Omdat het vijandig is. En je moet daardoor ook even doen. Nee. Doe het nou even. Ik ben pony. En dan doe je een pony. Dan doe je... Dus als jij wint, dan zeg je... En als jij wint, doe je... Ja, mannelijk. Jongens, we gaan een challenge doen. Ik heb nog 2 andere challenges. Oh. En ik wou eigenlijk de kijkers laten bepalen wie er heeft gewonnen. Maar ik vind eigenlijk dat mijn Minecraft-sloffen dat mogen bepalen. Nee, mijn sokken. Jouw sokken. Dus als mijn creeper ontploft bij jou, dan heb ik gewonnen. En als de creeper ontploft bij mij, heb jij gewonnen. Ja. Heb je er zin in? Ja. We gaan knutselen. Yes. Ben je goed in knutselen? Ja. Gaat de pony het overleven? Ja. Is dat een haar? Dat is van jou. Oh nee, sorry, dat is van mijn andere vriendin. Welke? Ja, het is een hond. Oh. Lang verhaal. Ja. Laten we beginnen
met knutselen. Oké, jongens, we zijn er klaar voor. We hebben hier onze My Little Stony. Het is namelijk gemaakt van steen. Trouwens, er is een gedeelte van mijn vleugel afgebroken. Oh, dat was, nee, die van jou. Dat is die van jou. Ja, ik wou net zeggen. Ik heb heel snel omgewisseld, want ik wil geen gebroken pony. Van mij nu. Oké, nu heb ik een probleem. Jongens, omdat we namelijk minder attributen erbij kregen dan we verwacht hadden. We hebben letterlijk 3 gevulde stukjes glitter. Gaan wij het gelimiteerd doen. We hebben namelijk 1 minuut de tijd. 1 minuut, dat is niet zoveel. Dat is niet veel. Dat is niet zoveel. Om deze pony mee te versieren. En de bedoeling is dat hij dus hetzelfde eruit gaat zien als op de verpakking. 3, 2, 1. Go! Ja! Oh, dit is totaal niet de glitter die ze beloven dat je krijgt op het pakketje. Het wil er ook bijna niet uit. Het druppelt gewoon. Ja. Je hebt maar 40 seconden. Ja. Oogje. Oogje moet op het voorhoofd, want hij is super driedimensionaal. Roze. Ik wil roze. Hij kan kijken door de toekomst op zijn haar. Want hij wil graag kijken of zijn haar goed zit. Hij is van vanillepudding gemaakt. En dat lekt dus ook van zijn hoofd af. En een groen. Van mij van aardbeien. Hé, wat de heck? Die van jou is mooi aan het worden. Ja, klopt. Hoe lang hebben we nog? Hey! Dat mag niet. Ik raakte in paniek. Dat is vals spelen. Nee! Ik heb gewoon gewonnen. Je speelt vals. Dat was niet de bedoeling, zei je net. Ik speel goed. Ik speel niet vals. Die hangt het al helemaal onder. Ik ben gewoon voor Holland. Met voetbal. Nee! Met WK. Win het kampioenschap. Vind ik echt niet leuk. 10 seconden! Ha. Ik heb gewonnen! Wee! Dan barst in mijn telefoon. Nee, dat is niet waar. We are the champions, my friend. We keep on fighting to the end. Je klinkt als een waterkoker. Wanneer Sunder gaat komen om je te killen. Nu gelooft niemand meer dat je een ponylover bent. Je hebt zojuist je enige pony doormidden geslagen. Klopt. Maar goed, high five. Oké. Eventually. Challenge nummer 2. Vandaag moeten wij proberen, het is nog steeds dezelfde dag als net trouwens, maar goed. Om een gesprek te hebben zonder bang te worden voor de ballon terwijl wij deze pinnen erin duwen. En de persoon die het minst bang is en de persoon bij wie die niet ontploft is de winnaar. Ik het dus. Denk je dat jij gaat winnen? Ik weet dat ik ga winnen. Ik denk dat ik ga winnen. Ik weet zeker dat ik ga winnen. Laten we beginnen. Let's get it. De eerste pin gaat erin. Nou, wat is ons gespreksonderwerp vandaag? Area 51. Oké, Area 51. Huisdieren in Area 51. Ja. De huisdieren in Area 51. Oké. Ik denk dat er konijnen in Area 51 zitten. Ik denk dat er aliens zitten. In Area 51? Yo, dat was niet de bedoeling. Dat was wel de bedoeling. Je moet even als een man... Oké. Okay. Ah, je hebt toch ook een snor? Oké. Maar je hebt geen snor. Sorry. Ik denk dat er alien huisdieren in Area 51 zitten. Die je kattenbrokjes moet geven wanneer ze boos worden en naar hun eigen planeet willen vliegen. Ja. Ik denk dat er alien ponies in Area 51... Oh, jongens, ik heb hem kapot gemaakt. Niks aan het handje. Ik denk dat er alien ponies in Area 51 zitten. Ik weet dat er ponies zijn. Weet je, gisteren, hè, toevallig was ik in Area 51. Ik was daar helemaal niet. Jij was daar niet? Nee. Dat is apart, want ik zag namelijk wel een alien die verdacht veel op jou leek. Nee, dat was gewoon. Oh, check dit. Wacht, 2 seconden. Check dit. Oké, let's go. Nee. Jij hebt hem van laatst aangeraakt. Dat is niet waar. Jawel, dat is wel waar. Ik zag met beide ogen. Ik had gewonnen, maar zij kan niet tegen haar verliezen. Kom maar even wat dichterbij. Nu ga ik laten zien wie de baas is. Wat is het onderwerp? Suikerspin. Voedsel. Voedsel? Wat was dat? Let's go, jongens. Voedsel. Nou, ik denk dat suikerspin gemaakt is van echte spinnen. Nee, het is van suiker. Ja, maar suiker met echte spinnen. Ik denk het niet. Dan zou het zwart zijn. En ik denk dat jij de ontwerper bent van de suikerspin. Zie, hij zegt je liegt. Ik word nu een beetje bang. Zo bang dat ik het gespreksonderwerp niet meer gaande kan houden. Ik ook. In ieder geval, over suikerspinnen gesproken. Ik denk dat suikerspinnen gezond zijn voor je lever. Jop. Je was bang, dat mag niet. Dat is -1 punt. Nee. Hadden we afgesproken. Je duwt er ver naar voren. -1 punt. -1 punt. Jij bent aan de beurt. Ik raak hem nu weer aan. Jij bent aan de beurt. Soraya, je doet het zo rustig. Je moet gewoon zo, hoppakee. Je hebt weer al verloren. Ik heb niet verloren. Jij raakte hem als laatste aan. Ja. Ik zag het. Jij zag het. Wie heeft er gewonnen? Ik heb. Jij hebt gewonnen. Oké. We gaan door naar de derde challenge. We moeten een beetje hard praten, want de camera staat een beetje ver. Jongens, voor de mensen die het nog niet weten. Jullie weten het al. Maar Soraya, die weet het nog niet. Namelijk, de winnaar van al deze challenges mag een dag lang de keuzes bepalen voor de verliezer.
Dus dat betekent als ik win, dan mag ik ervoor kiezen om een snor bij jou te laten groeien. Om jouw haren roze te verven. Maar ik kan dat ook. Ja. En ik heb momenteel 2 keer gewonnen. Je slaat een punt van een spuit in mijn oog. Wil je daarmee stoppen? Nee. Jongens en meisjes, het is heel simpel. De challenge is als volgt. We hebben hier een dobbelsteen. Als ik de dobbelsteen gooi, komt er een getal op te staan. En het getal dat erop staat, dat is de hoeveelheid keren dat ik haar met dit ding mag hitten. Natuurlijk niet te hard. We zijn tegen agressie. Wie mag eerst gooien? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, vuur. Ik mag beginnen. Let's go. 3, 2, 1. 1. Het is 1. Nou, oké, okay, let's go. Ik ga dit heel genuanceerd en rustig doen. Zo aardig ben ik. Jij bent aan de beurt. Let's go. Wat gaat het zijn? 3. Nou, let's go. Nou, valt wel mee, toch? Kusje. Eeuw. Nou, ik ben. Nee, laat maar, ik ben. 3. Oh nee, van dichtbij ben je nog lelijker. Schijntje, je bent prachtig. 3 keer. 1, 2. Op je mooie Franse baret. Bonjour. Bonjour, je m'appelle. Let's go. Gooi hem. Als je 6 gooit, heb je trouwens gewonnen. Dat is het hele ding. 4. Ga ervoor. Go. Ik heet Simon. Nou, oké, okay, weet je wat we doen? Degene die als eerst 6 gooit, die heeft gewonnen. Oh, ik begin. Nee, ik... Hoezo? Dit is mijn beurt. Dat is mijn beurt. 3, 2, 1. Yes, het is 6! Dat betekent dat jij koekjes voor mij gaat bakken. 6 keer mag slaan. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En nu ga ik met mijn voeten slaan. 6. Jongens en meisjes, weet je wat dit betekent? De eerste challenge won niemand. De tweede challenge won ik. Jij hebt met de ballon gewonnen, ik heb deze gewonnen. Ja. Dus dan heb jij 2 keer gewonnen. Oh ja, oké. Okay. Zullen we anders de prijs aanpassen? Dat jij niet mijn keuzes mag maken, maar gewoon een extra Tom Poes mag halen in de lijst? Nee, ik vind die challenge heel goed. Oké, okay, nou, zij mag dus mijn keuzes bepalen voor de komende vlog. Ik vind het niet zo prettig. Ik ben bang dat ik zo meteen berust word. Bruh. Eventually. Oh, wauw. En film je. Zo ben jij dus achter de camera. Ja, zo ben ik achter de camera. Help me. Het is wel een goede thumbnail eigenlijk. Ja, hè? Oké, weet je, omdat jij de dag mag bepalen, mag je een heel klein stukje afknippen. Heel klein stukje, heel klein stukje. Nee, maar echt een heel klein stukje. Nee, doe maar niet anders, jongens. Nee, doe maar niet. Mag ik een stukje bij jou doen? Ah! Kun je aanzien? Ah. Ik ben aan de kapper geweest. Oh, dit is allemaal middel in. Sorry van de interruptie die er net heeft plaatsgevonden. Soraya vindt het gewoon heel leuk om mij in mijn verse nekje. Nou, nog 1 keer. Zachtjes. Oh, jongen, jij bent echt een pineut. Jongens? Jij. En slaap best bij. We hebben altijd een battle om mensen elkaar te slaan. Niet mensen, maar elkaar. Wij hebben een soort van nekpakslaag. Ja. Als je de kans ziet, dan slaag je. Ja, maar nee, zachtjes. Wat zij net deed was iets te hard eigenlijk. Ja, dat doet hij ook wel. Dat deed geen pijn. Jongens, Soraya die... Wat doe je nou? Ik heb zoveel pijn. Oh, je hebt zoveel pijn. Soraya die mag dus een dag bepalen. Niet zozeer een dag, maar mijn keuzes mag ze bepalen. Ik mag alles bepalen. En jij hebt hier iets liggen en je hebt trouwens net... Ben je plakband aan het plakken? Waarom? Waarom ben je plakband aan de deurklink aan het plakken? Ja, je geeft mij altijd cadeautjes. Geef je altijd cadeautjes. En ik hou van cadeautjes. En je houdt van cadeautjes. Maar jij houdt ook klap van cadeautjes. Ik hou ook heel veel van cadeautjes, maar... Dus wat als jij nu het cadeau bent? Ik ben altijd al een cadeau, kijk maar. Zullen we gaan je inpakken? Oh, echt letterlijk? Mm-hmm. Daar heb ik geen zin in. Maar gaan we wel doen. Maar hoezo? Dus gaan we maar zo staan. Oh ja, jij maakt de keuze zo. Ja, goed zo. Wacht even. Heb ik korting of ben ik 1 plus 1? Of ben nee, je bent gewoon... Duur. Heel goedkoop. Zeg maar min 50% plus nog een keer 20%. Dus een soort van dubbele uitverkoop. Ja, klopt. Winkel is uitverkocht, ja. Gaat wel. Wil jij mij nou kopen en wil jij mij verlossen van dit schepsel? Koop mij dan hier beneden door te Ja, maar staat al 3 maanden in de winkel. Niemand speelt je. Like. Let's go! Nou, hoe gaan we dit doen? Want Adam moet je vasthouden. Vasthouden. Ik moet mezelf... Ja, je moet zo doen en vasthouden. Dus ik assisteer in het inpakken van mezelf. Ja. Of nee, weet je wat ik doe? Onder je oksel. Ik... Oh jee, nee! Dat is niet leuk. Zo. En dan doe je nu je armpje omlaag. Dan hou je die strak tegen, net zoals een bikini top. Het is een jurkje. Ja. Het is een jurkje. Je gaat me niet vertellen dat ik een dag zo moet rondlopen, toch? Nou, dat is wel een leuk ding. Soraya, ik word claustrofobisch. Ik heb echt jeuk aan mijn neus. Dit is heel naar. Ik probeer met mijn tong bij mijn neus te komen, maar ik kan niet, Soraya. Deurklink, help! Ik heb jeuk! Kijk, een mooi pakketje. Pakketje à la Dutch. Je moet even springen nu, zo. Je mag alle keuzes maken op aarde en je kiest ervoor om je vriendje in te pakken.
iets strakker nu, echt, hè? Strakker? Auw! Hé! Ik kan niet meer bewegen! Wacht even, blijf staan. Ik vind het niet prettig dat ik eerst opgesloten word en dat daarna de persoon die het heeft gedaan wegrent om iets te pakken. Dat maakt me bang en heel erg onzeker over het vervolg van mijn leven. Ik heb nog steeds jeuk aan mijn neus! Ik ga de deurklink gebruiken! Blijf staan? Nee, hey, doe normaal, doe normaal. Soraya, 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 dit was niet de afspraak, hé! Hey. Soraya! Soraya! Nee, moet u kerstellen! Ik heb jeuk! Moet ik toemaken? Nee, wacht, twee seconden. Oh, wacht even, sound effect van engelen. Ah. Wist je dat ik eigenlijk kinkend ben? Oh, ik zit echt vast. Ik ben letterlijk een cadeautje. Jongens, wij zien jullie in het vervolg van de dag. Ik ben benieuwd wat er nog te wachten staat. Howdy, cowboy. Ah, jongens, ik ben aan het wachten op mijn cadeautje, want die komt zo bij Job. Bij Job. Orbeez. Orbeez. Soraya heeft de meeste challenges gewonnen. En dat betekent dat ze dus mijn keuzes mocht maken vandaag. En dat ze nog een cadeautje van mij zou krijgen. Orbeez. Nu heb ik dat cadeau... Nu heb ik dat cadeautje hier in mijn handen. Alleen helaas niet voor lang, want het is jouw cadeautje. Nu is de vlog al best wel lang en is het ook een beetje het einde van de dag aan het naderen. Dus Soraya, jij mag van mij nog één keuze maken vandaag. Een keuze voor mij. Ik hoop dat ik deze keer niet ingepakt word. Doe je ding. Wow. Ik heb een heel leuk idee. Laten we naar de badkamer gaan. Dat ze zo kijkt maakt me niet gerust. Oké, ik moest hier liggen van Soraya voor haar laatste keuze. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ben een beetje bang. Soraya? Ja, ik ga even iets met mijn kat. Soraya, wat doe je? Ah! Nee! Wat zei je? Oh, jongens, het voelt alsof er een hond heeft overgegeven in mijn nek. Jongens, was dit de laatste keuze? Ja, Orbeez. Help. Het is zo... Het voelt alsof er een kwal is ontploft in mijn nek, Soraya. Een kwal. Lukt op. Hier, pak dit mutsje. Oh. Wow, teleportatie. Nou jongens, dat was leuk. Soraya mijn keuzes laten bepalen was een verstandig idee. Ik heb alleen de hele tijd het gevoel alsof er een Orbeez in mijn neus zit. Dat is een redelijk grote Orbeez. Jongens en meisjes, morgen om 5 uur ben ik weer terug met een nieuwe vlog. Vergeet niet te abonneren hier beneden en natuurlijk even een like te doen. Het is uit onderzoek gebleken dat je een video niet kunt liken met je rechterhand wanneer je met je linkerhand je oorlel vasthoudt. Probeer de video op deze manier maar eens te liken. Ik geloof niet dat jij het kan. Sorry Lens. Tot de volgende keer. Adios. Oh, sorry voor mijn haar. Ik heb er niet echt iets goeds in kunnen doen, want er vielen Orbeez over mijn hoofd heen. Doei.